5 oktober. Goed gevoel dat ze al lekker aan het werk zijn hier op het terrein. Het is nog niet opbouwen. Ze zijn bezig met wat ik maar noem de delta werken. Dat betekent alle waterwerken, allerlei kanaaltjes en stroompjes. En die zijn allemaal jarenlang verwaarloosd. Al gauw een jaar of 20. En die worden nu allemaal bijgewerkt, of onderhoud, groot onderhoud aangedaan. De kelder wordt uiteraard het diepste punt van het huis. Dus het is ook belangrijk dat je afvoer hebt. Ja, we hebben hier geen riool of wat dan ook. Dus hier is een gleuf gegraven. En tot op de keldervloer. En hier komen afvoerbuizen. En er komt dus gewoon een put hier in die kelder. En dan afvoerbuizen. En die lopen daarheen. Het terrein loopt natuurlijk licht af. Dat is ideaal. Automatisch heb je de afschot. En dan gaan we hierheen. Hier stonden vroeger enorme, helemaal dichtgegroeid met vijgen. Hele dikke, grote vijgen. Ze zijn allemaal weggehaald. Want hier was ook altijd weer deze kuil. Die is nog dieper dan de kelder, zal ik maar zeggen. En die is weer helemaal uitgegraven, want er was enorm achterstallig onderhoud. En door die vijgen en door allerlei andere begroeiing was dat helemaal kapot. Alle muurtjes kapot, maar je ziet, een soort reservoir is dit. Er zitten wel muren omheen. Die gaat ook weer opnieuw gemuurd worden, zal ik maar zeggen. Maar dit was nog maar een halve meter diep of zo. Dat is helemaal dichtgegroeid en troep en klerenzooi. Maar is nu helemaal uitgegraven. En dan zie je daar het einde, helemaal in het midden, een soort dammetje. Daar lopen we zo meteen even heen. Ik ben nu afgedaald in diezelfde kuil. Ik sta op bodem. Dus ik loop nu over de bodem heen. Naar de wand. Dit is de plek waar die goot vanaf het huis, vanaf de kelder, aankomt. Hier ligt nog een stuk, een soort granieten bruggetje. Dus hier is ook een soort waterafvoer geweest naar dit punt. En het originele waterkanaal kan ik niet meer vinden. Geen idee waar dat is. Het is waarschijnlijk ook ingestort of god maar weet wat daarmee gebeurd is. Je ziet dat dit min of meer gemetseld muurtje is. Hier is dat helemaal door een vijg is dat helemaal kapot gemaakt, weg. Hier komt het muurtje weer terug. Hier zie je weer wortels en klerenzooi. Dat zie je hier aan de overkant ook. Het is heel zonde dat die muurtjes helemaal kapot gemaakt zijn. Maar dat gaan we weer mooi herstellen. Zodat het weer echt gaat functioneren zoals het moet. Dus ik loop nu in feite, hier komt het water. Ik loop in feite door het water heen nu. In de toekomst. Hier zie je weer wortels van diezelfde vijg. Nou, die moeten we allemaal wegslopen. En hier wandel je tegen en een dammetje aan. Dat moet ook, want je wil dat water vasthouden. En dit dammetje heeft ook nog een soort wasplaatsje. Dus hier werd er vroeger gewoon de was gedaan. Hier, dus een schuin hellend granietblok. En daar stonden ze gewoon de was op te doen. Dan gebruikten ze het water waar ik dan nu in feite in sta, gebruikten ze om te wassen. Nou, dat gaat dan overlopen via deze. Hier is een overloopkanaaltje. Hierheen. Nou, is ook heel, hier, zover zijn we nog niet gekomen. Dus is natuurlijk ook helemaal dichtgegroeid en pret. Dus deze boom aan het snoeien. Die blijft wel staan. Dat is wel een leuke boom. Een vruchtenboom is dat. Welke vrucht weet ik niet. Het heeft iets van een kweepeer. Maar het is het niet. Het heeft een andere naam. Hier kijken we weer naar dat dammetje. Door die vruchtenboom heen. En dan gaat het water dan hierheen stromen. En hier waar je een beetje ongevoelde grond ziet, dat is door wilde zwijnen ongevoeld. Daar gaan we nog een, ze noemen het sharka, maar ik noem het eigenlijk een soort vijver maken. Ook weer een wateropvangpunt. Zodat op verschillende niveaus gaan we water compartimenteren, opvangen, zodat we het later ook weer voor irrigatie kunnen gebruiken. En dat je land niet onderspoelt, want nu door het gebrekkige onderhoud hebben we ook in de winter heel veel water, maar wordt het niet netjes gelijkmatig afgevoerd, maar blijft het overal hangen en wordt het zelfs een beetje moerassig. En dat wil je natuurlijk niet. Een ander punt wat onder handen is genomen is de Nora, dus de waterput. Die had ik al helemaal vrijgemaakt van begroeiing, weet ik het al, samen met Marnix. En daarachter de Nora, achter een put, zit altijd een contramina. Dat is, zo heet dat, ik weet ook niet precies wat het is, een tegenmijn.
Eigenlijk is dat hetzelfde waterniveau als onderin de put zou zitten. Ik wandel even naartoe. Even een indruk van hoe diep dat kan zijn. Diep dus. Dat is ongeveer het waterniveau. En dat zou zo meteen ook het waterniveau zijn bij de contramine. Kijk nu vanaf de put. Dan zie je het mooi van bovenaf. Ik sta op de putrand. Daar is weer een soort vijver. Die was er ook al. Maar ja, dat was ook weer, nou, als het 50 centimeter diep was, was het veel. En die is ook weer helemaal ommuurd. Een waterbak als het ware. En die hebben we weer uitgegraven. Je ziet de troep daar. En hier in deze bocht stond weer een enorme vijg en braam en druiven, weet ik het allemaal. Die hebben we eruit gerukt. Want ja, die verstoren, die slopen alles. En hier heb je dan die contramine, zoals dat heet. Dus deze put die staat in verbinding met de Nora, dus de put waar we net even inkeken. En vervolgens stroomt het dan over. Hier, je ziet dus wat water. Het stroomt nu ook. Dus het zijpelt gewoon door de grond heen. Via dit kanaal, wat weer helemaal in ere hersteld is en nog netter gaan maken. Je ziet het daar. Zie je? Je ziet het stromen. Dit was helemaal, stond helemaal geen water in. Maar kijk, het is nu weer een echte waterbak. Waterreservoir. En dat gaan we weer vervolgens. Loopt dat door. Kijk, hier zie je een klein dammetje in dat hoekje. Even zo gelaten. Het is alweer een beetje uitgegraven. Dat gaat dan vervolgens naar de beek toe. Die dwars over ons terrein loopt. Zodat het allemaal goed afgevoerd wordt. Dit is nog niet klaar hoor, maar dit geeft een indruk van waar het heen gaat. Kijk, en dit is de beek. En je ziet, ook die is helemaal dichtgekoekt. Dit is een beekje, zover je het kan zien tussen de troep. Daar loopt hij de andere kant op. Die loopt van links naar rechts, of beter gezegd van zuid naar noord, over ons terrein. En daar, dat is een van de belangrijkste waterafvoeren. Maar die is ook helemaal dichtgekoekt. Nou, het heeft tot gevolg dat in de winter dit terrein, eigenlijk, ja, er staat geen water, maar het is gewoon zo drassig als wel. Het is gewoon een soort moeras. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar zover zijn we nog niet. We zijn pas een paar dagen bezig met alle waterwerken. Dus dat komt wel. Vanaf de andere kant, dit zijn de kolommen weer. De vers uitgegraven sharken. En daar op de achtergrond de contramine met links de Nora.